Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 17 december 2013. Wij moeten het eerst eens even over Joost Eertmans van het Burgercomité hebben. Hij verovert de media met zijn verontwaardiging over het feit dat rechters partij kiezen voor daders tegen slachtoffers. Maar hij vergeet wel even iets uit te leggen. En dat ben ik weer. Ik heb twee e-mails. Die zal ik linken. Eén van 2009 en één uit 2010. En in die e-mails informeer ik het Burgercomité over het bestaan van de rechtszaak tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof. Ze hebben echt mijn dossier wel gelezen, want ze zijn mij gaan boycotten. Ze hebben nooit meer e-mails beantwoord. Dus wat is er aan de hand? Joost Eertmans met zijn burgercomité weet dat er een Nederlandse vrouw is die 100% rechteloos is gemaakt door de Hoge Raad. Balkenende, Donner en vele anderen hebben de Hoge Raad opgebeld met de opdracht dat ze mijn dossier in zaken schending van mensenrechten begaan door leden van de Staten-Generaal moeten weggooien. Het resultaat is dat ik dus naar het Internationaal Strafhof moet omdat ik 100% rechteloos ben gemaakt. En ik dus nu in een soort terroristische wereld leef. Ik leef in Nederland in oorlog en dat komt door de corruptie bij de rechtspraak en tussen de corruptie tussen de advocatenorde, ministers, parlement en rechtspraak. In 2010 heb ik het burgercomité weer een e-mail gestuurd toen Mark Rutte aan de macht kwam en weer verwezen naar mijn dossier op mijn website. Het komt er dus op neer dat Joost Eertmans een vrouw als mij offert en probeert te vermoorden, omdat hij zijn fantasieverhaal over corruptie binnen de rechtspraak in stand wil houden. En hij gaat nu te ver. Kijk, wat hij doet is slachtoffers van zeer pijnlijke situaties aanhalen als slachtoffers die slecht worden behandeld. Zoals de nabestaanden van doodgeschoten mensen. Nou, die nabestaanden die leven in eenzelfde soort pijn als ik leef, tot hun laatste adem op deze planeet. En die Eertmans die misbruikt dus die nabestaanden door te liegen over zijn corruptie met de Tweede Kamer en de rechtspraak. Eertmans wil helemaal niet dat rechters voor slachtoffers gaan zorgen. Eertmans wil zijn toneelstukje burgercomité opvoeren en daar iedereen voor gebruiken die hij kan gebruiken. Moet ik nog meer uitleggen? Ik bedoel, ik heb zoveel andere video's gemaakt. Ja, ik kan iets uitleggen over de wettelijke verplichtingen van Eertmans, maar ook dat heb ik natuurlijk al 100 keer in andere video's gedaan. Ook voor Eertmans geldt als burger met een NGO'tje dat hij de wettelijke plicht heeft om het Volte-verdrag toe te passen en te zeggen tegen de Tweede Kamer, tegen de parlementsleden, tegen politieke partijen als rechtspersoon, tegen de rechtspraak, de advocatenorde, iedereen met wie hij lobbyt, dus de gemeente. Van ja, luister eens, ik wil politici niet helpen bij het folteren en vermoorden van burgers via het Internationaal Strafhof. Dus ik ben wettelijk verplicht om de rechtszaak die Desiree Stokkel gestart is bij het ICC te erkennen, die uit te leggen aan het volk en pas vanaf dan mijn bevindingen ten aanzien van corruptie bij de rechtspraak of partijdigheid bij de rechtspraak ook aan het volk uit te leggen. Ook Eertmans kiest partij voor politici die burgers vermoorden of die burgers rechtenloos maken en dus via allerlei omwegen laten vermoorden. Op grond van het Volte-verdrag mag hij dat niet doen. Nu kan ik stoppen. Ik zal die e-mails van Eertmans linken of mijn e-mails aan het burgercomité linken en dat nog eens een keer mijn uitleg over het Volte-verdrag toevoegen. Dag!